Daar gaan we. Het ziet er fantastisch uit hier. En als je van het Laagland komt, en dat komen wij allemaal hier, dan denk je van waar ben ik hier terecht gekomen? Daar zit een 34-jarige Australiër op, die in zijn jeugd helemaal alleen was. Scherpe bochten, goed remmen, goed kijken. Hij heeft alles onder controle. En men spreekt Spaans. Ja, dit zijn de slagen, de grote slagen. En iedereen die in de Dauphiné is gestart, kent dus het parcours. De Slacks kenden dat niet. Cadel Evans kende het wel. Niet nipt winnen, dat is geen vignonnetje Le Montje. Nee, dat is verpletteren. Dat is duidelijk zeggen, ik ben de beste. Maar dat zal hij nooit hardop zeggen. Ja, dat is... En dat Bauke Mollema heeft hier precies 4 meter aan de kop gereden. En dat kunnen we bewijzen. Het is een waanzinnige etappe met Evans die dan zegt van jullie niet, dan ik wel. En hij schreeuwt! Hij schreeuwt! Hij wil zijn ploeggenoten terug hebben die terugzakken uit de kopgroep. Hoor hem! Dit gebeurt allemaal vandaag. Dan stoppen we een krant onder de trui, als het maar een goede krant is. En dan eindelijk heeft hij zijn ploeggenoten bij zich. Verkleer, plaats! Weg met die bidon! En dan gaan we even dalen. Denkt, tats, en hij gaat weg. En Contador maakt daar gebruik van.